Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 24 Driver Career Mode. Mijn naam is Gianan en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 5 in Engeland. Maar heb je die vorige video in Oostenrijk gemist, zal ik die eerst even terugkijken. Plus je deze dus gaat zien, dat kan rechtmoedig ietsje. Klik erop, je zal die aflevering verschijnen. Helaas was het een teleurstellende race en sprint race. Hadden daar geen punten gepakt in beide races. Kwam vanwege een setup issue. Dus hopen dat ik nu wel punten kan gaan pakken in het Verenigd Koninkrijk. En ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Abonneer voor meer video's van F1 24 Driver Career Mode. Wekelijks kan ik niet beloven. Ik heb het nogal druk met werk op dit moment. Dus ik probeer gewoon in de tussentijd te uploaden wanneer ik kan. En ja, wanneer ik gewoon tijd heb. En hebben Logan Sargeant ingehaald van de rivaliteit. En Hamilton staat voor mij met één puntje verschil. We hebben verschillende doelen dus van de specialisten. Die we kunnen gaan activeren. Dat betekent dat we daardoor meer driver ratings kunnen gaan binnenhalen. Even kijken welke doel het beste is. Doelen dus geselecteerd van de specialisten. Kan ik zo meteen even gaan kijken. Ja, of er nog wat updates aankomen op de auto. Op dit moment nog geen contract onderhandelingen bezig. Kampioenschapsrivaal Lewis Hamilton staat voor mij. Geen updates die nog recommendend zijn. Twee updates van de betrouwbaarheid. En eentje van het chassis. Nieuwe onderdelen komen ook op de auto vanwege slijtage. Voel ik de tijd mooi even door en dan vind ik het wel tijd voor de kwalificatie en kijken wat ik daar dan kan gaan doen. Daar gaan we dan. Aanbeland bij het eerste kwalificatiedeel in het Verenigd Koninkrijk. Bewolking is wel hevig op het circuit. Volgens mij is er ook regen voorspeld tijdens Q2. Nog 15 minuten op de klok. Ben ik benieuwd of we ook door kunnen komen naar Q2. En met op bedoel ik ook Nico Hulkenberg of hij ook door kan komen. Ik ga er wel een beetje te wijd bij de tweede bocht. Heeft mij wat tijd gekost. DRS ingeschakeld. Einde van mijn eerste ronde in Q1. En dat brengt mij naar een negende tijd op. Achter Nico Hulkenberg. Dus ik ga er nog een keer voor zitten. Om voor Nico te eindigen. Rechter voorband wat geblokkeerd. En ik ben al gelijk 15e harder gegaan. Regen komt eraan, zegt de ingenieur. 10 minuten gaat het harder regenen. Daar heb ik volgens mij Yuki Tsunoda. Die mij daar een beetje in de weg rijdt. We verliezen hier heel veel tijd in één keer. En de druppels vallen al op het beeldscherm. En ik denk, ik vind het mooi geweest. Ik ga naar binnen toe. En dan is het maar afwachten waar ik zo meteen sta. Aan het einde van Q1. Tsunoda denkt er hetzelfde over. Die gaat ook naar binnen. En dus weer in de garagebox geduwd.
ik denk ook niet meer dat iedereen zich kan gaan verbeteren in deze omstandigheden. Want ja, we zijn door naar Q2. En Nico Hulkenberg dus ook. Nog anderhalve minuut op de klok. Iedereen is naar buiten voor een outlap. Volgens mij een tweede outlap, want ja, ik doe het maar met één ronde. En dan mag ik hopen dat op racedag de baan wel droog is. Ik heb al gelijk last van wielspin en snijd per ongeluk die bocht al af. Dat is wel iets om de gaten te houden. Hier ook weer een waarschuwing voor track limits. Ja, ik voelde gewoon die achterbanden die niet meegeven. En dat betekent ook daar weer een waarschuwing voor de bochtafsnijding. Ik denk niet dat dit het rondje gaat worden wat ons oplevert naar Q2. Want ook Nico Hulkenberg staat helaas 11e. Kwalificatie deel 2 zit erop. Nog even deze ronden afmaken. Ik ga hier weer te wijd. Ook flink over die curbzone. Pak daar nog een afsnijding mee. Hier ook weer helaas. En dat betekent einde Q2. 15e volgens mij. Jazeker. Daar sta ik dus helaas aan het einde van de rit. Geen Q3. Verstappen het snelste. Hulkenberg komt helaas tekort. P11. En dat betekent een 11e en een 15e positie voor het team. Kijken wat de race gaat brengen. En hopen dat we misschien punten gaan pakken. Daar gaan we dan. The home of British motorsport and the birthplace of the Formula One World Championship. It's race day here at Silverstone and it's time for the British Grand Prix. Straddling the border of Northamptonshire and Buckinghamshire, the 18 corners of Silverstone Circuit form the 3.6-mile beating heart of Formula One. It's been reinvented over the years with Turn 1 now the fast right-hander of Abbey, but the magic of racing is as strong here as it's ever been. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. World champion Max Verstappen starts from pole position, and Lando Norris lines up alongside. As we continue through the rest of the grid today, we have Perez, Oscar Piastri, Leclerc, Stroll, Gasly, Ocon, Bottas, Joe, Tsunoda, Sargeant, Albon, the Professor, Hamilton, Sainz, Fernando Alonso, Russell, Ricciardo, and Nico Hülkenberg rounds off the grid. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track where preparations are underway. And so we welcome you to the commentary box. I'm Alex Jakes. Alongside me for this race, and it's going to be some race, is Anthony Davidson. Well, it's all about forgetting last time, because that was a bit of a shocker. How did they change the story today? You've got to put it behind you. Whatever happened last time, I was always told as a driver, park it, forget about it. Obviously, feel the pain when it happens, but then you can't dwell on it and carry that through to the next race. So put it behind you and just crack on with this race coming your way now. Aanbeland bij de grid. Getekend vanaf een 15e positie. Kijken wat ik dus kan gaan doen. Geen regen verwacht gelukkig. Strategie is soft medium. Ik neem wat extra brandstof mee om wat harder te kunnen pushen. Denk ik. Geen idee of er een safety car nog komt. Hamilton en Sainz starten in ieder geval achter mij. Iemand heeft volgens mij een penalty gepakt. Ik start als 14e blijkbaar. Komen goed van mijn positie weg. Rivaal is Logan Sargeant. Start op de 12e positie. Luid en duidelijk van de engineer. Ameland zometeen bij de start. Verstappen op pole position. Norris op de tweede plek volgens mij. En ik kom keurig in mijn positie terecht.
wachten totdat de laatste auto bij zijn positie is aanbeland. En dan gaan we gewoon beginnen in de volg aflevering nummer 5 van F1 24 Driver Karemo. De lampen zijn uit voor de grote prijs van Silverstone en we zijn onderweg. Ik kom wel prima weg. Aanvallen bij de beide Williamsen aan de binnenkant. Dat lukt niet. Ze zitten nog aan mijn zijkant. Beetje wielpengen tussen die twee rijders. En maak ik een divebomb naar Bottas en Ocon. Sorry, naar Bottas en Sargeant. Lukt helaas niet. Tsunoda was het trouwens. Excuseer. Hier op de exit. Beetje wijd. Tsunoda aan de binnenkant. Bottas aan de buitenkant. Ik in het midden. En dat lukt alleen bij Bottas. Tsunoda kunnen we niet te pakken, helaas. Albon probeert het aan de buitenkant. Lukt niet. En zo pak ik een 11e positie. Albon hier. Maar dat lukt niet. Is daar slim? Zit ik in de tweede ronde van de race? Nog altijd dus voor Alexander Albon. Daar is Tsunoda misschien gezien. Komen van ver, jazeker. En zo pak ik P10 af. Maar ga een beetje wijd. Tsunoda aan de buitenkant. En ik duw hem daar een beetje wijd. Betekent een puntenfinish voor mijzelf. Een 10e plek. Een punt. Goed gedaan. Op naar Esteban Ocon. Gat is al wel 2,4 seconden. Dus is al aan de grote kant. Daar zit Tsunoda weer te kijken voor een aanval voor P10. Ik ga daar een beetje wijd. En zo pakt de Japanner die positie weer van mij af. Nou, nog niet. En de deur wordt daar dichtgesmeten door mijzelf. Het gat is nu wel 14. De Tsunoda loopt weer hard op mij in. Maar kan er niet voorbij. Probeer het hier wel aan de buitenkant. Zometeen. Maar wordt daar weer wijd geduwd. Ronde nummer 5. 2,8 seconden is het volgens mij. Het gat gaan naar Nico Hulkenberg. En ik verpruts daarmee mijn ronde. Sorry. Mijn tweede bocht van de ronde. Tsunoda kan dus weer terug aanvallen. Wordt daar weer wijd geduwd. En nu zit Albon achter mij. Hetzelfde geldt voor George Russell. Gaat allemaal voor een punt. Ik ga hier een beetje wijd. Albon ziet dit. Profiteert ervan? Nee. Profiteert daar niet van. Probeer het hier zo meteen weer aan de binnenkant, denk ik. Kan er niet langs. Russell pakt Albon. Maar Albon pakt Russell weer terug. Aanval van Albon. En moeten dus binnen de witte lijnen van de baan blijven. Maar ja, dat gaat niet echt als je in gevecht bent voor een punt. Richting kops. Proberen hier aan de binnenkant. Dat lukt. Maar ik ga daar wijd. En dat betekent dat het objectief helaas gefaald is. Geen probleem. Ik pak er ook gelijk een track limits waarschuwing daarmee. Nog altijd voor een punt. Albon probeert het. Kan er niet langs. Hetzelfde geldt voor Russell. Die kan er wel langs. Voor P10 is er voorbij. Ik probeer laten remmen. En dat lukt. In de 9e ronde van de race duik ik naar binnen voor een setje mediums. Gasly gaat door. Russell duikt met ons mee. Tsunoda duikt met ons mee. Sorry, Russell duikt niet met ons mee. Excuseer. Russell rijdt door. Op die zachte banden. Okay, mate, 2,4. Een langzame stop, maar komen wel mooi voor Logan Sargeant weer de baan op.
Zometeen ben ik benieuwd of wij weer terugkomen naar een P10. Of dat Russell ons heeft geoverkut. Geen idee waar Nico Hulkenberg rijdt op dit moment. Een P14 terugkomend op het circuit. De mediumbanden op temperatuur gaan brengen in deze fase van de race. Nog 8 rondes te gaan in de wedstrijd. Gasly op de harde band. En komen daar denk ik Paul voor Sainz weer de baan op? Nee, maar ik pak hem hier wel mooi. Jazeker, via die binnenkant. Nu is het op naar Russell voor een punt. Ja, dat wil ik wel, alleen ik ben in gevecht voor een punt. Dus dat gaat helaas niet. Wat naar Russell is ongeveer 16e, loopt hij denk ik wat van mij weg. Vanwege diverse mediums. En omdat die Mercedes auto sneller is dan mijn auto. Proberen nog bij te blijven met ERS, maar daar zit ook maar weinig batterij meer in. Sainz op de harde band. Wat kan ik hier in het bochtige gedeelte van de baan? Ik kan er wel naartoe rijden. En nu proberen alle ERS open te gooien en de DRS mee te nemen met de slipstream. En hier dan proberen bij Russell aan de binnenkant te zetten. Jazeker, dat lukt. Ik kom van heel ver, maar goed, ik red het wel dit keer. Mooie inhaalactie op Russell. Een punt dus nu achter mijn naam. Ik ga er wel een beetje wijd. Maar goed, dat is geen probleem. Nu even in besparingsstand van de ERS. Ronde nummer 13. Russell kijkend voor een aanval. Kan er langs. Hetzelfde geldt voor Carlos Sainz zometeen aan de buitenkant. En Russell profiteert ervan. Pakt mij terug. Bedenkt ook gelijk heel scherp in één keer. Goed, ik laat het er niet bij zitten. En pak hem weer terug voor P10. Een safety car. Er is een safety car op de baan geroepen, maar voor wat? Geen idee. Betekent dat ik nu naar Perez moet gaan toerijden. Dat gat is ongeveer 30 seconden. We moeten ons ook houden aan de delta helaas. Dus het duurt denk ik nog eventjes voordat wij bij Perez een auto zijn aanbeland. Mogen weer racen in ronde nummer 17. Nico Hulkenberg is helaas uitgevallen met een motorisch probleem. Dat is jammer. En moeten denk ik gewoon Sainz zien te verdedigen. Want na Perez aanvallen, dat lukt denk ik niet. Hebben wel wat ERS kunnen besparen tijdens die safety car fase. Maar ik ga daar al een beetje te wijd. En de aansluiting met Perez helaas verloren. Ook nog geen DRS beschikbaar gesteld door de race director. Laatste ronde loopt van de race. Perez nog altijd op P9. Dat is 1,5 seconden, 1,6. Daarachter rijdt Carlos Sainz. Het gat daarvan is ongeveer 3/10. Minder dan 1/10 zelfs. Keek daar wel even aan de binnenkant, maar kon er niet voorbij. Nu richting kops. Maar dat lukt niet. Dat betekent dat hij hier zometeen op het rechtstuk nog een allerlaatste poging kan gaan doen om het punt van mij af te pakken. Wat kan George Russell nog doen? Ik ga wat slingeren op het rechte stuk om Sainz de slipstream niet te gunnen. Maar hij rijdt er voorbij. Hetzelfde geldt voor Russell. Betekent wel dat ik daardoor een tegenaanval kan gaan doen. Sainz hier aan de buitenkant met nog een paar bochten te gaan in de race. Maar kan hier niet voorbij. Leclerc met de snelste raceronde. Lando Norris pakt dat snelste raceronde af. Geen idee wie er heeft gewonnen. Maar ik pak een welverdiend punt in Engeland. Goed gedaan. P10, daar doen we het voor. En het is op naar de volgende wedstrijd.
from Monaco will win again. Charles Leclerc takes the checkered flag. Here come our winners now. A thrilling race and a tremendous effort by Ferrari. Their history is well known, so it's no surprise to fans the world over to see them come out on top once again. De uitslag van de wedstrijd. Charles Leclerc wint de grote prijs van Brittannië. Piastri naar 2, Verstappen naar 3. Norris 4 met het snelste race-rondepunt. En ik dus naar een tiende positie. Hulkenberg helaas als enige uitvaller genoteerd. Het gat naar Verstappen en Leclerc bedraagt 11 punten. En ik sta nu een puntje vol op Lewis Hamilton. P6 in het constructeurskampioenschap. Goed gedaan. Door naar... De rivaliteit. Sorry, ik sta gelijk met Lewis Hamilton. Ik dacht dat ik een puntje voor stond. Helaas niet. Gelijk met Lewis. 27 om 27. Dus dat is goed om te zien. De ratings... Racecraft is 71. De focus is 67. En de algemene rating is nog altijd 70. Recognition 43% voor mij. Nico 57%. Dus dat gaat ook weer de goede kant op. En de specialisten. Power Unit is level 1. Verliezen wat op de Material Fabrication. En een update is binnen van de betrouwbaarheid. Goed om te zien. Maar goed, ik ga deze video afronden. Ik hoop dat je genoten hebt van deze... Ja, video natuurlijk. Heb je genoten, beloond dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering. Dan ben je trouwens niet geabonneerd op mijn gamekanaal. Gewoon even doen voor meer... wekelijkse driver carrière mode content. Ik probeer zaterdag en zondag te uploaden. Het gaat niet altijd. Weer gedrukt in het werk, dus hou er rekening mee. En mocht je niks meer van mij willen missen, druk dan op het belletje. En zet dan voor alle notificaties aan. Volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Dit was het journaal mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.